Okay. Je kan nog zoveel dingen over skateboarden zeggen, maar skateboarden begint eigenlijk altijd maar op één plek. Dat is de skateshop. Toen ik 20 jaar geleden begon met skateboarden, hadden we niet zo heel veel keuzes. Er waren 1, 2, misschien 3 skateshops. Skateparken bestonden er ook niet. Waren een jump ramp, waren een stapel blikjes waar we het mee moesten doen. Er is in die 20 jaar echt superveel veranderd. Maar één ding is er altijd gebleven en dat is Rodolfo's. Ik maakte een afspraak met Ivan om eens even met hem oude koeien uit de sloot te gaan halen. We gaan even naar binnen. What's up? Ja, alles goed. Alles lekker. Hey, we zitten hier in Rodolfo's. Het was voor mij echt wel old times dat ik hier terug ben. Ja, dat zal altijd blijven, denk ik. En Dat is wat we willen. We zitten hier ook al zo lang. Ja. En krijgen hier zoveel gasten die ook al zoveel jaren hier over de vloer komen. Dat iedereen kent het gevoel, denk ik wel. Ja, ik stapte in de metro en ik ging hier naartoe. En jongen, dat heb ik elke dag. Ja. Ja. We kwamen elkaar tegen op de WSR en toen zeiden we al van, nou, ik moet een keer langskomen. Het heeft wel even geduurd. Ja, maar ja. Wat in het veld zit. Ja. En ik stap hier binnen, het voelde gewoon echt weer als een oude skateshop. Ja, is dat een beetje de bedoeling? Dat is absoluut ook waar Rodolfo's voor staat. Er zijn heel veel winkels die over de jaren behoorlijk veranderd zijn. Het skateboarden is zelf ook veranderd. Wat we hier toch op proberen vast te houden is echt het skateboarden zoals het vroeger was en zoals wij denken dat het moet zijn. Ja. En dat is het, skateboarden. Ja. Ik zag ook allemaal oude coole bordjes, hoe komen jullie eraan? Ja, we bestaan natuurlijk al een poos hier en over de jaren verzamel je wat. En dat gaat soms ook heel tof. We krijgen af en toe mensen die komen hier en die zeggen, ja, ik vond een bordje van mijn zoon van 20 jaar geleden in de garage. Kunnen jullie er wat mee? Ja. Nou ja, dan geven we die vrouw een paar stickers en een blaadje in zijn blij en hebben wij een mooi bordje. Ja, een heel recent voorbeeld. Ja, een heel recent voorbeeld. We kwamen hier vanmorgen binnen en ik zal hem er even bij pakken. En we kwamen dit tegen. Hij is heel vet. Hij is waarschijnlijk van Cliff. Ja, hij is echt heel vet. Ja, het is echt een heel vet bordje. Echt een originele Dogtown. Ja. Helemaal compleet. 1978. Ja, met een Rodolfo-stick. Hey, 20 jaar geleden stond ik hier ook in deze winkel. En keek ik rond en keek naar de bordjes. En de winkel zit nog steeds. Ja, goed hè? Ja. Hoe lang al? We zitten hier nu denk ik aan 24 jaar. We hebben hier natuurlijk schuin aan de overkant gezeten, in het hoekje, bij de metro gezeten en uiteindelijk hier. Ja. Waar komt de naam Rodolfo's vandaan? Rodolfo's komt van Rodolfo en dat is een van de oprichters van de winkel eigenlijk. Hun vader had een leerwinkel, ze deden een merk, Fansen, daarvoor gingen ze ook veel naar Amerika toe, naar beurzen. Kwamen daar in aanraking met de skateboarden en vonden dat zo tof dat ze dat hebben meegenomen. En dat was denk ik ergens in 6 of 77. En in 1978 is Rodolfo's echt als winkel begonnen, echt als skateboardwinkel. Dus Rodolfo's is eigenlijk degene die het skateboard naar Nederland gebracht heeft? Ja, Rodolfo is zeker degene die het naar Nederland gebracht heeft. Ja. Kan ik onderwaar iets voor je doen of? Nee, ja. Anders gaan we dit even proberen door te maken. Heb je nog coole foto's, hè, Ivan? Gast, heb ik coole foto's? Wil je ze zien? Jazeker. Oké, dan. Abel Remp, bij buiten Veldert. Zo'n paar jaartjes weg. Clyde, Engson, Gustavo, Joffrey. Old school. Evenementje uit 1900. Mini-ramp hier op het Weesplein. Dit is wel heel tof hoor. Hè? Amsterdam Skate Guide met al die coole shots die er toen waren. Power Ramp. Natuurlijk de oude shop.
zoals de winkel toen we hier net begonnen. Halfpipe op het Waterlooplein. Joffrey van Jumbrampy. Is dat niet in Zaandam? Gaan we nog hele leuke dingen zien dit jaar? Ja, dat denk ik wel. We zijn volop bezig om een hele hoop wat kleinschalige, maar toch hele leuke evenementjes te doen. Het eerste evenementje wat we nu in de planning hebben, dat is 15 maart. Dat is de Rodolfo Skate Challenge. Dan gaan we hier op het grote scherm een Game of Skate spelen op een Xbox. En daar hebben we dus gamers tegen skaters. En dan gaan we kijken wie daar als beste uitkomt. Ja, gaan we nog meer evenementjes zien dit jaar? Ja, absoluut. We hebben een hoop dingen in de planning. Iets waar we al enigszins mee bezig zijn, dat is een minirenwedstrijdje op het Museumplein. En ja, ook daar proberen we een beetje oude tijden naar boven te halen met z'n allen muziekie en een beetje skaten, biertje erbij. Gewoon een gezellige zaterdagmiddag. Als je er op tijd bij wil zijn, waar moet je dan, welke site moet je in de gaten houden? Rodolfo's.nl. Oké. Dat was het voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast? Ga naar www.iskateboard.eu. Vragen of opmerkingen stuur je natuurlijk weer naar whatshot@iskateboard.eu. Als je dan toch bij ons op de site bent of je kijkt deze video op de site, scroll heel even naar beneden. Daar staan wat vragen. Als je die zou willen invullen, zou ik heel erg cool vinden. Daar heb je misschien een minuut voor nodig. En ja, dan ben je precies op tijd voor de bloopers, want die zitten er nu al in. We hadden er 1 of 2. Ja, 1 of 2, precies. En over 2 weken ben ik er weer. Mazzel! Amsterdam Skate Guide. Met al die... Kut. Dat is jammer. En ja, uiteindelijk zal er een winnaar uit worden. Ik was er bijna. Ik was er bijna, ja. Leuke dingen zien deze. Sorry, ja, shit. Als ik, dit jaar. Wil je meer informatie over deze Fitcast? Ga naar www.iskateboard.eu. Vragen of opmerkingen stuur je natuurlijk weer naar... Dat zei ik nou helemaal verkeerd, hè? Kut. Hey, je had het ook nog over Museumplein. Ik dacht dat ik alleen jouw stukje ging horen. Nee. Okay.